Hoe ademen vissen? Blub blub. Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag zitten we hier in Gent. Ja, Gent! Maar, wil je dat ik naar uw stad kom? Dat kan gewoon. Dus tag mij in uw story op Instagram. Abonneer op mijn kanaal, zet aan de reacties. En dan kom ik misschien wel naar uw stad. Je weet toch, we zijn er. Ja. Kunt jij je voorstellen in twee woorden? Ik en B. Mooi boy. Ja. De maat, waarom? Waarom zeg je dat voor eigenlijk? Oké, we gaan de bitter aan de meisjes laten. Ik silo. Oké. Okay. Meisjes, is dat mooi boy? Ja, dag! Twee woorden, voorstellen, klaar. Moois, Mavinga. Klaar, je bent voorbereid! Die, goed. Klaar? Ja, maar. Hoeveel tenen heeft een kip? Zes. Zes, oké! Okay. Luister, kijk, zes teentjes. Hè? En doe een kip zo een beetje pillewillie als die stapt? Die stapt net als kip. Wat? Net als kip, gewoon. En zo pillewillie? Ja, zo pillewillie. En wat is pillewillie? Hij weet toch zo. Met die pootjes. Hoeveel tenen heeft een kip? Wel, dat heeft geen tenen, zeg hij. Wat dan wel? Wat? Dat heeft toch geen tenen? Ah, wel dan, maar wat is dan wel? Een poot. Sterk, zeg. Ja. Hoeveel tenen heeft een kip? 8 tenen. En een kip heeft 8 tenen, dus dat wil zeggen dat hij een beetje piliwili is. Doe een kip soms zo piliwili met die teentjes? Ja. Ja. Jij doet dat dan ook in je bedje zo? Piliwili? Nee. Jawel, helemaal niet liegen. Die gaan niet soms met je tenen zo piliwili? Nee. Dat is vies, man. Waarom is dat vies? Ik doe dat soms, zo piliwili. Tenen zijn niet. Ja. Hoeveel tenen heeft een leeuw? 10 teentjes. Dus een leeuw heeft ook zo teentjes, zo pili willy. Nee, die heeft er 6. Ah, dus die heeft 6 zo pili willy. Maar zo harig, hè? Zo lekker bol, zo. Zo 6 ervan. Met zo scherpe nageltjes. Ja? Oké. Okay. Hoeveel tenen heeft een kip? Kip heeft geen tenen, kip heeft pootjes. Sterk, oké, pak een shine maar, ja. Doe maar deze zo. Er zijn 3 zinnen, die moet je lezen, uit. Deze 3, lees maar. I'm in the ghetto, ratatatata, ratatata. Wat was dat? Tatatatata. Ik lees toch. Ratatata. I'm in the ghetto. Ratatata. Ratatata. En nu een beetje meer feeling, hè? I'm in the ghetto. Ratatata. Ratatata. Oké. Lees dit. Deze 3 zijn. I'm in the ghetto. Ratatata. 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 En dan? Ratatata. En dan? Ratatata. En dan? Ratatata. Oké. Hoe lezen? Deze 3 zijn gesteld. I'm in the ghetto. Ratatatata. Ratatata. Ja? Wat is dat? Ratatatatak? Hoe schiet het? Ratatatatak. Ratatatata. Hoe? Ratatatata. 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 Oké, dat is awkward. Yes, it was. Oké, luister goed. Hoe noemen wij iemand die in het noorden van Polen woont? Polen-noorder. Wat? Wat is dat? Oh, Polen-noorder? Polen-noorder? Noordpoler. Een Noordpoler? Nee! Hoe noemen wij iemand die in het noorden van Polen woont? Ik weet niet, Polijn. Polijn. Een Polijn. Een Polijn. Een Polijn. Hoe noemen wij iemand die in het noorden van Polen woont? Noorwegen. Wat? Kijk, hoe noemen we iemand die in het noorden van Polen woont? Noord-Zuid? Je moet nooit luisteren naar een vriend. Noord-Zuid is zeker niet. Noord-Zuid, Noah. Hoe noemen we iemand die in het noorden van Polen woont? Een Noordpool. Ja.
nee. Noordpoliaan. Noordpoliaan. Ja. Poliaan. Hoe komt je Poliaan? Hij zei Noorden. En daarom Poliaan. Poliaan, ja. Noordpolier. Die in het noorden van Polen woont. Ja, maar dat is toch een Pool? Hoe ademen vissen? Gee, wat de fuck vraag je mij? Blub blub. Blub blub is het antwoord. Blub blub. Hoe ademen die aan het water? Ja, maar hoe? Hoe moet ik nou weer met een vis? Oké, hoe ademt jij? Wat? Hoe ademt jij? Ik adem via mijn mond. Maar wat zorgt ervoor dat je kunt ademen? Mijn longen. Voilà, wij zijn bij een vis. Mijn longen. Nee! Heel nou! Door een dinges. Noem dat. Hoe noem je dat? Kieuwen. Nee, nee, ja. Ja, kieuwen. Kieuwen. Simpele vraag. Hoe ademen vissen? Die ademen niet. Wat doen die dan? Jawel, die ademen wel. Tuurlijk ademen die. Ja, via een kieuwen. Sterk, sterk, strijder, strijder. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Wat is het ja-woord in het Engels? Yes. Zet er een E voor. Wat wordt dat dan? Yesie. Wat? Yes, E! Ik zeg ervoor toch? Voor E-S-I. Wat? E-S-I. Yesie. Ja. Zeg dat je schoenen in de camera kijken. Yesie. Yesie. Ja. Yesie. Wat? Yesie. Oh, yesie, niet yesie. Het ja-woord in het Engels is? Yes. Zit daar een E voor en wat wordt dat dan? E-S-I. Oh, yesie, wat? Ah, voor yes. Nou. Wat? Het ja-woord in het Engels. Yes. Zit daar een E voor, wat wordt dat dan? Wordt dat? E-yes. E-yes. Ja, man. En hoe zeg je dat goed? Hoe zeg je dat goed? E-yes. Ja. Nee, niet ja, man. Wat? Nee, dat is fout. E-yes. Nee. E-yes. Nee. Waarom altijd deze? Waarom altijd deze? Waarom deze? Snap je? Nee, oké. Okay. Waarom is deze? Yes. Nee, dat is geen E-yes. Maar hij zegt E voor de yes. Ja, een E ervoor. Yes, see. Ervoor! Niet yes, E! Wat is het ja-woord in het Engels? Yes. Yes. Zet daar een E voor, wat wordt dat dan? E-yes. Wat? Wat? E voor E-yes. Ja, yes. Ja, voilà. Ja, voilà. Doe maar mee. E-yes, oké, oké, oké. Ja. En dat wordt niet een Engels woord? Een ander Engels woord? Ice. Ja! Oh ja! Oh dus, ja! En wat betekent dat? Oké. Okay. Ogen. Sterk. Hoe noemen wij iemand die in het noorden van Polen woont? IJsman. Wat? Wat IJsman? Een IJsman? Wat is dat IJsman? Die woont toch in het noorden? IJs en dan een man. Oké, okay, dat is een goede logica. Een Noordpoler? Nee. Nee. Wat? Wat? Hoe noemen wij iemand die in het noorden van Polen woont? Een no-pool? No-pool. No-pool. Geen no-pool, nee. Ja-pool. Allee. Allee. No! Nee! I'm in the ghetto, ratatata, ratatata. I'm in the ghetto, ratatata, ratatata. Hey, hey, ghetto gang.